Dus eigenlijk longziekte is gewoon heel onzichtbaar. Ik ben Alexandra Alvenaar en ik ben actrice en ambassadeur van Longfonds. Ik ben Chris, ik heb ernstig astma en mijn missie is om deze ziekte een gezicht te geven. Jij hebt al sinds jonge leeftijd ernstig astma. Kan je eens vertellen wat dat voor jou doet? Dus ernstig astma heb ik eigenlijk pas sinds 2011. Dat overheerst wel echt mijn leven. Ja. Ik kan heel veel niet doen wat ik wel wil doen. Maar ook heel veel wel doen wat ik, als ik wel alles had gekund, niet had kunnen doen. Kun je dan eens vertellen wat een voorbeeld van de beperking die je ervaart? Ik ben op mijn 23ste arbeidsongeschikt verklaard. Mijn hoofd wil zoveel meer en mijn lijf die zegt blijf maar lekker op de bank, het is goed zo. Ja, je ziet eruit als een ontzettend in het leven staande jonge vrouw. Dus eigenlijk longziekte is gewoon heel onzichtbaar. Het beste voorbeeld wat ik altijd geef is, ik zit in de bus. Je hebt dan zo'n plekje voor zwangere vrouwen en gehandicapten. Ja. Ja, als ik daar zit, word ik echt aangekeken met een blik van, oké, waarom zit je daar? Hier? Je bent een vrouw en dan doen ze even een normaal stap van, oh man. Dus laat me gewoon even zitten. Ik heb ja, de lucht om jou te praten, dus laat me met rust. Wist jij dat de luchtkwaliteit in Nederland heel slecht is? Ja, dat wist ik zeker. En is dat ook een reden waarom jij astma hebt gekregen, dat het is verergerd? Heeft dat daar iets mee te maken? Ja, waarschijnlijk wel heel erg. Vocht is echt een killer voor mij. Ja, ja, ik vind het wel bijzonder dat Longfonds ieder jaar een mooi bedrag van de Postcode Loterij krijgt om onderzoek mogelijk te maken. Wat doen zij voor jou? Dus zij vertellen heel veel over de lucht en wat we eraan kunnen doen. En voor kindjes stoppen met roken en kijken naar waar je kunt wonen. Of waar je naartoe kunt gaan op vakantie, waar je rekening mee moet houden. Ja. Ik zou willen dat het in mijn tijd was geweest toen ik nog naar de basisschool was. Ja, ja. En dat je daardoor wat meer houvast hebt. En ja, en ook meer lucht had gehad. Ja. Ben je klaar om even een luchtje te scheppen? Zeker. Serieus. Let's go. Ja, let's go. Op kant gaan we op. En Charisse, hoe zie jij de toekomst? Ja, eigenlijk wel goed. Ja, er is gewoon veel medicatie wat in de kinderschoenen staat. Dus wat dat betreft heb ik er alle vertrouwen in dat er wel iets voor mij bij zit. Waardoor de kwaliteit van leven ook beter wordt. Je vertelde ook tijdens het lopen dat je het eigenlijk nooit echt deelt. Ik vind het heel bijzonder dat je dat vandaag wel hebt willen doen. En ik hoop dat je niet heel moe bent de komende dagen. Dat je niet heel erg hoeft bij te komen. En dat je misschien ook wel een beetje kunt teren op deze mooie middag. Ja, dankjewel. Mag geen kritiek maken.